Yes, hallo Cosmos First. Wat leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Patty Pam Pam en ik ben de Queen van het Zuiden. Oh my god, de eerste keer dat ik hoorde dat ik mee moest met een drag race was natuurlijk, ik sprong helemaal uit mijn panty. Het was een challenge. Ik moest opeens allemaal dingen gaan maken voor mezelf, want ik maak alles zelf, schat. Ja. Ik heb eerst 600 panties in mijn koffer gegooid, want die scheuren altijd. En daarna al mijn looks en mijn pruiken. En toen waren het 6 koffers verder natuurlijk. Die eerste keer in de workroom, natuurlijk, ik loop in full drag die workroom in. En het is alsof je de tv binnenstapt. Het ziet er fantastisch uit. En al die meiden daar, en ik dacht van, challenge. Ja, de runway is ook een ding hoor, want je ziet het op tv en je denkt, hier heb ik maanden aan voorbereid. En dan mag je die eerste keer op de runway lopen, dat is fantastisch. Alsof je, er zitten natuurlijk alleen maar cameramensen om je heen. Maar het is wel alsof er een gigantisch publiek op voor je zit. Ja, een onbeschrijfelijk gevoel. Een verhaal over mijn hakken. De eerste keer dat ik in drag hakken aan moest, dat was jaren geleden. En ik kon geen hakken vinden in mijn maat. Dus ik heb een te klein paar hakken aangetrokken. Waardoor ik daarna een paar teennagels miste. Nou, dat groeit vanzelf wel weer een soort van half terug. Oh my god. Mijn ergste moment in drag. Ik stond op een podium voor een zaal vol dronken vrouwen. En ik raakte per ongeluk in een halve spagaat. En toen ik omhoog kwam, brak mijn knie. Mensen, ik lag op het podium. Ik kreeg een infuus. Ik kreeg iets, een ketamine shot. Dat was wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Maar ik kon daarna 3 maanden niks. Nou, wat goed dat je gekeken hebt naar deze video. Maar kijk vooral ook naar Drag Race Holland. Enjoy. Want ik heb er ook van genoten. En jullie gaan dat ook doen.